Men zegt wel eens dat seks verkoopt. Als dat waar is, weten we meteen waarom Van den Vos zo populair blijft in de literaire hitlijst. De Reinaard staat bol van de seks. En niet alleen heteronormatieve. Verwijfde schootkeffertjes aan het hof, welwillende pastoorswijven en goedgelovige haasjes die op hun hondjes worden verkracht. Als je aan een fabeltje met dieren denkt, want dat is de Reinaard, verwacht je je niet meteen aan dergelijke taferelen. De Reinaard choqueert. Zeker bij een eerste lectuur. De tekst is rijkelijk doorspekt met suggestieve namen van contemporaine prostituees en rauwe scheldwoorden. De Reinaard is daarbij ook een communautaire roman. Je proeft op elk folium de sociale spanningen die leefden tussen de verschillende taalgemeenschappen in het middeleeuwse graafschap Vlaanderen. Het Middel-Nederlands in een onmogelijke ménage à trois, met het chique Frans dat vooral aan het hof werd gesproken en het hermetische Latijn van de kerk, dat eigenlijk niemand heel goed sprak. Identificatie is moeilijk voor de lezer van de Reinaard. De meeste dieren zijn te dom om zelfs maar de sympathie van de lezer op te wekken, hoogstens wat medelijden. Reinaard mag dan nog een sympathieke rebel lijken, maar eigenlijk wil niemand, ook middeleeuwers niet, zich vereenzelvigen met deze niets nietsontziende bedrieger. In dat opzicht doet de Reinaard denken aan de politieke serie House of Cards. Alle personages fascineren, maar eigenlijk identificeer je je met geen van allen. Misschien omdat ze zonder uitzondering enkel aan hun eigen overleven denken. Dat is in de Rijnaard niet anders dan in Washington. Het is ieder voor zich in dit middeleeuwse tranendal. Het verhaal is wel bekend. Op een mooie Sinksendaag, met pinksteren dus, houdt de leeuwenkoning Nobelhof. Alle dieren komen zich beklagen over de gruwelijke wandaden van de afwezige vos. Het epische hoogtepunt van de openingsscène is de lijkstoet, waar Koppen, let op de naam, op een draagberrie door de andere kippen naar binnen wordt gedragen. Want het hennetje is gegrepen door de vos. Nobel zendt verschillende gezanten uit om Reinaard te arresteren, waaronder de lome beer Bruun en de gulzige kater Tibert, maar beide worden verschalkt door de vos en moeten zonder de beklaagde afdrijpen. Het is pas de gezapige das Schrimbeert die Reinaard uiteindelijk meekrijgt naar het Hof. Door een combinatie van bozaardige listen en doorzichtige vleierij zal Reinaard uiteindelijk toch ontkomen en het hele Hof te kijk zetten. Wanneer de list uitkomt, blijven de koning en zijn hofhouding vernederd achter, met de billen bloot. In het geval van enkele dieren, waaronder bruun, is dat letterlijk te nemen, want hun vel is gestroopt om er pantoffels uit te snijden voor de vos. In de 21ste eeuw, die nu al de eeuw is van het fake news en het politiek gespin, staat de relevantie van de Reinaard zelf, een ode aan de leugen, buiten kijf. Naast een college in de communicatiewetenschappen is de Reinaard ook literatuur, zelfs poëzie, Denkt u maar aan de memorabele openingsverzen. Willem die madokken maakte, daar die dikke me waakte. Als u zich afvraagt waarom die verse eigenlijk zo lekker bekken, moet u eens op die subtiele klankspelletjes letten. Willem die dikke hie maakte waakte madokken me. Een ontstuimig feest van assonanties. Voor zijn neus weg vertelt Willem hier trouwens dat hij nog een boek zou geschreven hebben, de fameuze madok, maar die hebben we nooit teruggevonden. Het is het ultieme trauma voor de liefhebber van onze middeleeuwse letteren. Ook naar Willem zelf wordt nog altijd druk gespeurd door de zogenaamde vossenjagers, die onze Oost-Vlaamse Shakespeare opjagen in de archieven. Recent nog stoten we op een Willem Korthals, een lekenbroeder uit het waasland, pal in de literaire biotoop van de Rijnard. Deze Willem Korthals was een niet. Er kwamen bij zijn orde voortdurend klachten over de man binnen. Hij bracht de orde in discrediet en vormde voor velen een bron van ergernis. Dat moest maar eens gedaan zijn. Als ik deze bronnen lees, moet ik stiekem wat knuffelen. Het lijkt haast alsof Reinhard zelf opnieuw voor het Hof wordt gedaagd.